Alinea, goedemorgen, Alinea, goedendag. Slap zo dat is goed. Yo, yo, dat is hem. Hoi, ik ben Erik en vandaag zit ik samen met Gino. Yay. We zitten op dit moment in het mooie Creta, zoals jullie een beetje achter ons kunnen zien. Het is een beetje veel zon. En vandaag presenteren we jullie onze top 10 aan irritaties aan vakantie in het Yes! Dus let's go! Ik noem ze maar even restaurantlokkers. Dat zijn van die mensen die zeg maar voor een restaurant altijd staan en zeggen van kom lekker bij ons eten, kom lekker, we hebben lekker eten. Kijk, gezellig. Als ik bij jou wil eten en als het er leuk uitziet en als het menukaart er leuk uitziet, dan kom ik echt wel. Dus je hoeft mij niet te vertellen waarom ik hier binnen moet stappen. Nee. Shut up and let me walk. Sandalen. En dan vooral witte sokken in sandalen. Kan sokken in het algemeen in sandalen, dat kan niet. Als je dan al sandalen aan hebt, shame on you. Maar als je dan ook nog sokken in sandalen aan hebt. Sandalen überhaupt gewoon, is niet oké. Okay. Niet oké. Okay. Vooral iets wat gezelligere mensen. Misschien biedt het wel hele goede ondersteuning. Wie weet, misschien trilt het dan niet meer zo, zeg maar. Als je het over bent. Over gezellige mensen gesproken, te strakke kleding. Ja, van die kleding dat je zeg maar lekker die al die vetrollen zo kan tellen. Die je allemaal kan tellen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan gaan ze ook nog lekker zwemmen met een witte shirt. Oh, heerlijk. Het is zo warm. Het is zo heet van, maar doe maar gewoon niet. Werk je in een toeristisch gebied? Superleuk, maar weet dan wel hoe je Engels moet spreken. Want als wij iets willen vragen aan jou in het Engels, dan moet je dat gewoon terug kunnen beantwoorden. Ja. En niet als een of andere domme koe ons aanloopt te kijken van... Brit, yes, Brit. Ja, Brit, yes. Brit, yes, Brit, Brit, Brit. Spreek Engels en zeker in toeristische gebieden. Mm-hmm. Klaar, punt, uit. Mm-hmm. Beesten, en dan vooral muggen in mijn geval. Krekels, hossels en wespen en bijen en al die andere klote insecten. Ja, ik zit echt helemaal onder de muggenbeeld. Ik heb er één op mijn hand. Hoe kan je het bedenken? Ingewikkeld openbaar vervoer. Je reist in het buitenland wel eens met een bus, of met een tram, of met een trein, of weet ik veel wat. Ik vind heel vaak in het buitenland dat het zeg maar heel onlogisch is. Ik snap er helemaal geen ene zak van. Slecht aangegeven ook. Geen borden zeg maar met tijden en haltes. Ja. En ja, misschien zijn wij daar in Nederland wel heel goed in. Van punt A naar B is een beetje een soort groot vraagteken. Ja, dit beginpunt, dit eindpunt, wat ertussen ligt, zoek je zelf maar uit. Ja. Geen wifi. Bij je hotel. Het is heel vaak dat wifi nou heel slecht is. Of gewoon helemaal niet aanwezig is. Maar we willen wel eens praten met onze ouders, ja, maar onze vrienden. Gaat die man weer lopen zo? Nee, waarom niet? Ja. Lekker maaien in je baantje. Moven met zijn ass. Hij gaat weg, hij gaat weg. Of niet, komt hij weer terug. Oh, nu ging het mis. Oh, jammer. Dat was zijn teen, denk ik. Jammer. Oh, dat was de andere teen. Het is hele voet. De hele voet die maaien. Ah. Oh, dat was de hele been, geloof ik. Hij is weg, hij is weg, hij is weg, hij is weg. Snel bruinende mensen, / insmeren. Mensen die heel snel bruin worden, sowieso grote middelvinger naartoe, want wij zijn echt fucking wit. Dit is echt gewoon 5000 dagen voordat we echt bruin zijn. Ja, wij zijn na 6 dagen zijn we een beetje nu. Een klein beetje bruin. En er zijn mensen die gewoon na 3 uur in de zon liggen al zo bruin zijn als wij nu zijn. Zo vervelend. En insmeren vinden wij ook zo fucking irritant. Het duurt echt 5 uur voordat ons hele lichaam is ingesmeerd. Elk plekje moeten we bedekken, anders gaan we verbranden. Verbranden! Opdringerige verkopers. Het is een beetje hetzelfde als die restaurantlokkers. Laat mij gewoon lekker winkelen. Laat mij naar dingen kijken. Kom niet gelijk van, kan ik u helpen? Of dit is echt iets moois. Ja, maar ze verkopen het niet per se hier. Maar het is meer dat ze je gaan vertellen van, oh, dit is een natural stone. You have to buy this because it's natural. The real Swarovski. Every stone is different. Ja, van ja, vriendin. Dat zie je toch zelf ook wel. Gewoon, laat me lekker met rust. Slechte bedden. En dan, nou ja, wij hebben echt nu vierkante kartonnen bedden. Want bij een goedkoop hotel wordt kennelijk dat je gewoon vierkante houten bedden hebt. We liggen een soort op een plank, zeg maar. Ja. Ja. Niet heel comfortabel. Maakt het een beetje onmogelijk om in slaap te vallen. Als je eenmaal slaapt, kunnen we wel slapen, maar we worden ook echt vaak wakker inderdaad. Van... Ja, vooral ik mijn gebroken rug. Nou mensen, dit waren onze irritaties aan vakantie in het buitenland. Heb jij nog irritaties? Laat ze hieronder weten aan ons in de reacties. En geef deze video ook even een dikke duim omhoog. Dikke duim omhoog. En vergeet je niet te abonneren, want dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwe video's. Wij gaan nu lekker zwemmen. Lekker. En dan zou ik zeggen tot later. Bye. Yo!
is er klaar. Er is geen zin meer.